Dan hoor ik bij het coole clubje hier in Bowsplief. Ik hoor niet meer bij het slechte clubje. Ik hoor bij het zeer coole clubje hier in Minecraft Bowsplief. Yo, kijkers van Noem Maar Gamen. Super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe explosieve aflevering van Minecraft Bowsplief. Hier op mijn game kanaal Noem Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd in de Hypixel server, waarvan het IP mc.hypixel.net is. En ik ga gewoon weer letterlijk en figuurlijk knallen in een nieuw potje Bowsplief in deze nieuwe aflevering van Bowsplief. En ik ga ervan uit dat ik in het begin alweer naar beneden gevallen, want dat gebeurt namelijk meestal bij een opname van Bowsplief in het begin. Op een of andere manier moet ik Bowsplief altijd weer een beetje opbouwen eigenlijk. Als ik dan een tijdje weer geen Bowsplief heb gedaan, dan merk ik echt aan mezelf dat ik weer een beetje moet inkomen als het ware. Wat eigenlijk ook wel weer leuk is, want op die manier hou je het namelijk spannend. Dat kwam omdat ik namelijk mijn jump niet goed maakte. Smoesjes. Oké, okay, jongens en meisjes, we zijn weer terug in een nieuw potje Bowsplief. En ditmaal zijn wij teruggekeerd in een wat moeilijker potje Bowsplief, als het ware. Tenminste, zo noem ik het eigenlijk altijd. Omdat ik deze Bowsplief map namelijk een tikkeltje moeilijker vind dan de andere Bowsplief mappen, als het ware. Of eigenlijk dan de andere Bowsplief map. Want er is geloof ik maar één andere Bowsplief map naast deze Bowsplief map hier in de Hypixel server. En dat is uiteraard de Bowsplief map die ik jullie al eerder heb laten zien in deze aflevering. Waar ik best wel snel aan dood ging. En zoals jullie konden zien, ging ik nu ook alweer bijna dood. Dus het wordt heel erg moeilijk op deze manier. Maar we gaan uiteraard gewoon lekker door en hopelijk komt het dan goed. Oké, okay, let's see. Ik moet even goed uitkijken, want ik weet namelijk zeker inderdaad dat er weer wat TNT blokjes weg gaan vallen rondom mijn voeten en dat willen we uiteraard proberen te voorkomen. Tenminste, we hoeven het niet zozeer proberen te voorkomen, maar we moeten eigenlijk gewoon proberen eromheen te lopen, want TNT blokjes vermijden wordt een beetje moeilijk bij TNT run. Of bij Bowsplief eigenlijk. Shit. Oké, jongens en meisjes, we zijn weer teruggekeerd in de naar mijn mening wat fijnere map om Bowsplief in te spelen en uiteraard ook om in op te nemen. We zijn namelijk teruggekeerd in de wat vlakkere map in ten opzichte van de map die ik zojuist speelde, want de map die ik net speelde, die was naar mijn gevoel toch wel een tikkeltje moeilijker. En zoals gewoonlijk blijf ik gewoon weer mijn oude Bowsplief tactiek gebruiken, oftewel alleen maar rondrennen en eigenlijk op het laatste moment pas weer gaan schieten. En met het laatste moment bedoel ik eigenlijk een moment waarop er echt nog maar een paar mensen over zijn. Op die manier blijf ik namelijk meestal het langst in leven in Minecraft. Oh, what the fuck? Wat? Zagen jullie die kerel die in één keer weet ik voor hoeveel pijlen achter elkaar schoot? Holy shit. Oké, okay, jongens en meisjes, hopelijk zijn er deze keer geen mannen die 4, 5 of 6 pijlen tegelijkertijd schieten. Want daar word je namelijk niet heel erg blij van als hulpeloos individu in deze menselijke samenleving. Oké, wat ik eigenlijk gewoon bedoel te zeggen is dat ik geen zin heb om een pijl in mijn anus te krijgen. Dus... oh shit, oh shit. Dat is altijd zo irritant, hè, in Bowsplief. Dan probeer je rustig iets te vertellen of iets uit te leggen. Maar voordat je het weet, zijn alle blokjes om je heen alweer naar beneden gevallen. En daar moet je natuurlijk heel erg goed voor uitkijken bij Bowsplief. Want je wil natuurlijk proberen niet dood te gaan. En dat gaat een beetje moeilijk wanneer alle blokjes om je heen naar beneden vallen. Ook al moet ik eerlijk toegeven dat het tot nu toe nog aardig goed gaat. Ik probeer een beetje bij alle tegenspelers in de buurt te blijven, als het ware. Want zo op die manier kunnen ze me namelijk niet. Ja, ze kunnen me natuurlijk wel beschieten. Maar dat wordt een beetje moeilijk wanneer ik heel dichtbij ze in de buurt ben. Want anders schieten ze zichzelf namelijk ook naar beneden toe. Dus tot nu toe gaat goed. En 9 van de 10 keer wanneer ik dat zeg, gaat het juist niet meer goed. Dus kan ik misschien beter mijn mond houden. Oh shit, oh shit. Oké, okay. Jump. Nee, what the fuck? Dat is gewoon niet iets waar ik invloed over heb. Serieus. Ik spring en op een of andere manier maak je een soort van terughapering, waardoor ik niet over het blokje heen spring, maar naar beneden. Dat was niet echt de bedoeling. Oké, okay, jongens en meisjes. Ik ga deze keer toch nog net een tikkeltje voorzichtiger zijn, want zoals jullie net konden zien, viel ik alsnog naar beneden. Ook al gebruikte ik mijn zeer explosieve tactiek, die eigenlijk totaal niks met explosies te maken heeft, want je vermijdt eigenlijk alleen maar de pijlen en je schiet zelf bijna helemaal niet. Maar dat doet er even niet aan toe. Ik moet gewoon goed geconcentreerd blijven. Niet naar beneden vallen is toch enigszins ook wel weer belangrijk. En bovenal een hele hoop plezier hebben. Ook al word je beschoten aan alle kanten door pijlen die in de fik staan, die waarschijnlijk je lichaam doorboren wanneer je nu het goed uitkijkt. Alsnog moet je gewoon een hele hoop plezier blijven hebben in Minecraft Bowsplief. En op sommige momenten wordt dat natuurlijk een beetje moeilijk wanneer je het gevoel hebt dat je doodgaat. En de reden waarom ik één woord in die zin heel erg hard zei, is omdat ik heel even dacht dat ik dood zou gaan door de pijlen die om mijn oren heen vlogen. Laat hier beneden in de comments weten welke Bowsplief map van deze twee jullie leuker vinden. Vinden jullie Bowsplief map 1 leuker, oftewel de map waar ik nu in speel? Of vinden jullie Bowsplief map 2 leuker, oftewel de map waar ik al eerder in heb gespeeld in deze aflevering, waarin ik het waarschijnlijk nog ineens 10 seconden volhield? Laat het me hier beneden weten in de reacties, jongens en meisjes. Ik ben erg benieuwd. Dan moet ik eerlijk toegeven, ik weet niet of de ene map Bowsplief 1 heet en de andere map Bowsplief 2. Zo heb ik het momenteel gewoon even genoemd. Maar laat het hier beneden weten in de reacties. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Mijn favoriete map, dat weten jullie waarschijnlijk wel, dat is deze map waar ik nu in speel. En die map heb ik dus nu gewoon even Bowsplief map 1 genoemd. En Bowsplief map 2 is dus eigenlijk die Bowsplief map met allemaal plateaus van TNT. Waar je best wel heel erg goed voor moet uitkijken. Want ik vind die map namelijk echt way moeilijker eigenlijk dan deze map. Maar dat is denk ik gewoon puur mijn mening. Misschien vinden jullie de andere map makkelijker. Ik weet het niet. Alleen bij de andere map ga je gewoon toch wel echt veel sneller...
Oh nee, shit. Ik zag gewoon dat ik echt dat blokje bijna haalde. Ik sprong er echt bijna op. Maar ik was net niet hoog genoeg. Shit. Oké, onze meisjes. We geven natuurlijk niet zo makkelijk op. We gaan gewoon lekker door. En we gaan gelijk even kijken of we nu toch nog even een tikkeltje lang in leven kunnen blijven. Omdat we net, hoe lang we net in leven bleven. Dan moet ik zeggen dat ik net wel het langst in leven bleef van alle potjes die ik tot nu toe gespeeld heb in deze nieuwe aflevering van Minecraft Bosblief. Maar hey, het kan natuurlijk vrijwel altijd beter. Tenzij je natuurlijk eerste bent geworden. Ook al kan je dan je tactiek toch nog zodanig aanpassen. Dat je misschien meer kills maakt en het toch nog een tikkeltje beter doet. Maar als ik eerste ben, dan ben ik echt al super blij. Maar dat begrijp je, dat denk ik zelf ook wel. Want als je namelijk de eerste plek behaalt, dan betekent dat dat jij de laatst overgebleven bent. En dus eigenlijk ook gewoon degene bent die niet dood is gegaan. En dat is natuurlijk ook een beetje waar ik naar streef. Of dat mij gaat lukken. Kijk, dat is natuurlijk nog een beetje de nummer 1 vraag. Zelf denk ik eigenlijk dat we wel dicht bij de overwinning kunnen komen. Als we onze tactiek een klein beetje op de goede manier volhouden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat er wel mensen zijn die mijn tactiek toch enigszins een beetje gaan tegenwerken. Door in de fik staande pijlen op mij te schieten. Wat natuurlijk niet altijd even fijn is. Het is waarschijnlijk niet fijn als je naar school gaat, als je naar de supermarkt gaat, als je weet ik veel waar naartoe gaat. Maar in Minecraft is het ook niet fijn om pijlen die in de fiksen op je gevuurd te krijgen. Dus we moeten een klein beetje jeuk aan mijn wang. En jeuk aan mijn wang is weg, gelukkig. Anders had ik waarschijnlijk een probleem gehad als ik aan mijn wang was gaan krabben de hele aflevering lang. Dat was waarschijnlijk moeilijk geweest met één hand TNT run spelen. Dus dan kun je je muis niet gebruiken. Dat zou waarschijnlijk echt heel erg kut zijn geweest. Oh shit. Ik leef daarentegen nog wel. Misschien heeft het krabben van mijn wang me geluk gebracht. Oké, let's go. Oeh, ik zag een flaming arrow echt langs me heen gaan gewoon. Tot nu toe gaat het geloof ik daarentegen best wel goed. Ik kan zelf een beetje gaan schieten. Maar meestal doe ik dat gewoon nooit in Bosblief. Dat is namelijk gewoon een beetje mijn tactiek geworden als het ware. Maar misschien is het wel handig om een klein beetje te schieten. Want op die manier is het niet zo dat alleen mensen op jou schieten. Maar rennen ze ook een beetje voor jou weg. Wat ook weer fijn kan zijn. Oh, oh my god, oh my god. Oh, oh my god. Dat was gewoon even een orgasmewaardig momentje. Dat was gewoon even een orgasmewaardig momentje. Hup, hup. Oké, nice. Ja, tot nu toe gaat het wel degelijk goed. Tot nu toe gaat het wel degelijk. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was wel degelijk niet de bedoeling dat ik zo hoog zou springen. Dat was wel degelijk niet de bedoeling. Zo. Hoeveel mensen zijn er nog over? 8. Oké, 8 van de 24. Dat betekent dat ik sowieso bij een van de laatste 4 hoor. Of bijna bij een van de laatste 4. Als je zeg maar de 24 zou verdelen in 4 groepen en dan gaan er nog een paar af, dan kan ik bij een van de laatste 4 hoor. Als er nog 6 players over zijn. Dat is nu zo. Dus dat betekent dat ik bij een van de laatste overgebleven 4 hoor. Dat is toch wel goed. Dan hoor ik bij het coole clubje hier in Bosblief. Ik hoor niet meer bij het slechte clubje. Ik hoor bij het zeer coole clubje hier in Minecraft Bosblief. Oké, please. Please, dat ik dit kan uithouden. Het zou leuk zijn om deze nieuwe aflevering van Minecraft Bosblief af te kunnen sluiten met een overwinning. Of het me ook daadwerkelijk gaat lukken. Kijk, dat is natuurlijk nog een beetje de. Shit, weer door mijn eigen sprong, jongens en meisjes. Ongelooflijk. Zo irritant als je dood gaat door je eigen sprong in plaats van door de pijlen van een ander. Want als je dood gaat door de pijlen van een ander, kun je nog zeggen, is zijn schuld. Maar als je dood gaat door je eigen sprong, ja, dan wordt het een klein beetje moeilijk om iemand anders de schuld te geven. Nou ja, jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal weer enorm bedanken voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Minecraft Bosblief hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer enorm van kunnen genieten. Als dat nou het geval was, dan kun je deze video natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even op die rode abonneerknop drukken hier onderaan de video om 24/7 up-to-date te blijven van alles wat ik doe rondom dit kanaal. Dan wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Later, mensen.